Ja, normaal gesproken vind ik het altijd heel kut om te zeiken, maar het was gewoon echt niet lekker. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierengasten. Ik Martijn. Ik ben Niels en ik heb vandaag twee wondjes omdat ik tegen een lamp ben opgelopen. Wat stom van jou. Wat dom, hè? En dit is Alexander. En Alexander heeft ons getweet. Wat heb jij precies getweet aan ons? Ik heb getweet dat ik een gratis maaltijd wilde. En dat gaan we vanavond voor jou regelen. We gaan niet naar een restaurant, want wij gaan vandaag voor jou koken. We hebben drie gerechten, een voorgerecht, hoofdgerecht en een dessert. Maar ja. De boodschappen zijn al gekocht. Jij gaat lekker met Niels een voorgerechtje eten. Daarna kom ik met jou het hoofdgerecht doen en misschien kunnen we dan met z'n drieën gezellig dessert doen. En in de tussentijd, als Niels met Alexander het voorgerecht aan het nutten is, dan ben ik even tussenuit om mijn geld terug te vragen. Maar wij gaan natuurlijk dat nog op een gierige manier fixen, maar we gaan nog niet vertellen wat. Oké, laten we even die soep gaan maken. Oké, okay, jij mag beginnen in soepkit. Oké, okay, ik ga lekker soep maken. Lekker tomaatsoepje, rijk gevuld. Helemaal zelf gemaakt. Ik zou zeggen, bon appetit. Geniet ervan. Zelf gekruid, dat wel. Oh, zelf gekruid. Zelf gekruid. En helemaal opgewarmd. Helemaal opgewarmd. Ik zeg, eet smakelijk. Ik ben zo terug. Nou, Niels en Alexander zitten lekker aan het voorgerecht. En ik ben onderweg naar Albert Heijn. Want alle Albert Heijn huismerken, die hebben een zogeheten Albert Heijn kwaliteitsgarantie. En dat betekent, als jij niet tevreden bent met het product, dan zou je je geld terugkrijgen. Dus ik ga dat even testen. Zo. Is het wat? Ja. Ja, echt heel warm. Hey man, ik heb dat deze gekocht. Ja. Ik kwam wat eters. Ja. En ja, normaal gesproken vind ik het altijd heel kut om te zeiken, maar het was gewoon echt niet lekker. Dat is niet te doen. En er staat op de achterkant kwaliteitsgarantie. Normaal gesproken heb ik zoiets van, boeien. Ja. Maar we hebben het eigenlijk echt niet te doen. Twee happen van genomen. Ja. Ja, maakt niet uit. Absoluut. Ik wil, hè. Fijne avond, Pelle. Ziens. Heren, heeft het allemaal gesmaakt? Het was heerlijk. Ik wil Albert Heijn voor bedanken, want we hebben ons geld zojuist teruggekregen. Lukt het, gaar? Ja, het ging echt fucking makkelijk. Ja? Dat voelt niet lekker. Oh, is wil je geld terug? Ja, ik wil mijn geld terug. Voilà. Zo makkelijk. Ja, voor jou wordt het nu iets moeilijker, denk ik, want hij kent die bon waarschijnlijk wel. Oké. Maar dan moet je gewoon lullen als brugman. Ik kom echt met een hele goede reden. Maar eerst koken, toch? Ja, ik ga nu het volgende gerecht doen. Ook wel een leuk itempje, hè? Koken met gierengasten. Ik kook zelf nooit. Ik weet eigenlijk niet wat ik hiermee moet doen. Volgens mij moet ik het in de magnetron doen. De gaatjes erin prikken. Ja, zo. Nou, je hebt het zien, dan moet je niet aan mij over laten koken. Moet deze nog opgewarmd worden? Pasta pesto, ja, 5 minuten. Nou, voor het wel eens nog omredden. Eerst deze maar naar boven gooien. Hé, topduifjes! Dit zijn spersiebonen met een heerlijke romige saus. Nou, succes! Ja, dit is. Ik heb nog nooit zo'n goede service gehad. Dit is ongelooflijk. Oké, nou laten we lekker gaan eten. Niels, volgens mij mag jij deze terug gaan brengen. Hier achterop ergens staat kwaliteitsgarantie. En dat betekent dat je je geld terugkrijgt als je dit meeneemt met de bon. Daar ga ik natuurlijk even gebruik van maken. Martijn is net ook bij dezelfde Albert Heijn geweest. Dus ik ben benieuwd of hij gaat doorhebben dat er iets niet helemaal klopt. Hi, goedenavond. Ik heb deze bij jullie gekocht vanmiddag. Mm-hmm. Alleen, ja, later ben ik te zeiken, maar het was echt zo vies eigenlijk. Volgens mij was het ook overdatum. Ja, smaak. Oké. Okay. Letterlijk. 9 euro. Ja, hartstikke bedankt. Top service in ieder geval, ja. Heel erg bedankt. En een fijne avond. Ja, van hetzelfde. Bedankt. Doeg. Martijn die gaat never nooit geloven dat het weer gelukt is. Oh, 9 euro, jongen. Ik ga die gozer even blij maken. En Alexander natuurlijk. Spannend. Het is nu wel heel donker, hè? Ja, het duurt ook zo lang met jou. Ja. Maar, niet gelukt? Niet gelukt. Nee. Nee. Back. Ik zei dat het naar poep smaakte. En wat is het ook voor... Dat geloofde ze niet. Waarom zeg je dat ook? Ja, ik dacht... Grapje! 9 euro! Dat meen je niet! Ik meen het!
En je hebt gewoon dezelfde bon gekregen? Nee, die bon die hebben, ze, die hebben zij. Nee. Ja, die hebben ze gehouden. Dus doe je roomsoesjes. Hé hey Alexander, jij bent helemaal blij hè? Ja. Je hebt heerlijk gegeten. En yes, ik ook. Ik ook. Ja. Ik zou zeggen, vond je deze video leuk, geef dan een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal, ook even een reactie plaatsen alsjeblieft. Mm. Heb jij nou ook een wens, net als Alexander? Post het even op social media. Sluit af met hashtag giergasten. En wie weet dat jij volgende week in onze nieuwe aflevering. Ja. Ja. Het zit er eigenlijk op je wang. Wat een lol, wat een lol, wat een lol. Ik ga mijn bed in. Oké, okay, nou ja, tot volgende week. En ja, die soesjes die mag jij betalen, dus ik zie dat het geld wel om de bak ringen. Is goed. Daag.